Vandaag in de jacht. Ik hoop gewoon dat het beter gaat dan met Tim. Ik hoop, jongens, we moeten hem in ieder geval gewoon zien, weet je. Ja. Ja, ik zie hem! Op Noordoost, Noordoost, ik zie hem. Hij zit op die berg. Ik zag geen naam. Dus hij is hier is hij ergens naartoe gesprongen. Yo, top, ik zie het. Ik ga hem doen. Welkom bij de jacht. In de jacht nemen vier deelnemers het tegen elkaar op. Verspreid over drie games. Ze kunnen punten winnen als jagers of als voortvluchtigen. Wie aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft, wint. De voortvluchtige krijgt 30 minuten om uit de handen van de jagers te blijven. Lukt dat, dan wint de voortvluchtige. Lukt dat niet, dan winnen de jagers. Vandaag vindt de jacht plaats in Fortnite. In Fortnite mogen de jagers alles gebruiken om de voortvluchtige binnen de tijd te vangen. Om de 5 minuten krijgen ze de locatie van de voortvluchtige door. Lukt het ze om de voortvluchtige binnen een half uur uit te schakelen? De voortvluchtige mag op zijn beurt alles gebruiken om hem te helpen. Maar de laatste 10 minuten mag hij alleen nog maar rondlopen en zich niet meer verstoppen. Vandaag gaat Gerben op de vlucht. Oké, nou Gerben, daar zit je dan, hè? Daar zit je dan! Nu ga jij het proberen in Fortnite. Ja, we weten allemaal hoe het afgelopen is met Tim. Begin goed. Nu ben je aan de beurt. Ja, succes zou ik zeggen. Je weet hoe het werkt. Je krijgt 5 minuten om je lekker te verstoppen. We beginnen op dit mooie eiland in de lucht. Dus voor jou, je kan eigenlijk overal heen vliegen zowat. Dus ja, heel erg succes zou ik zeggen. En, dank u. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Let's go! Hallo! Move me even op. Rob. Ik zou met een parachute gaan. Oh fuck! Ik viel van de boom af! Ik ben bijna dood! Ja, nice! Oh, dit is heel goed. Het zijn quads. Oké, nou, net waren we natuurlijk bij de kartbaan. Daar lag best wel goede loot, dus ik hoop eigenlijk dat als ik daar ben, dat ik wat van die loot kan pakken die er vorige keer ook was. Ik hoop gewoon dat het beter gaat dan met Tim. Ik hoop, jongens, we moeten hem in ieder geval gewoon zien, weet je. Ja. Dus dit. Ja, kijk, zo erg is het dus. Ik pak dingen op, maar ik heb geen idee wat ik oppak. Dus ik weet wat die wapens zijn en wat ze doen, maar daar houdt het mee op. Oeh, maar die ziet er leuk uit. Even wat drankjes consumeren. Oh jee, een grote. Nice. Dus dat is full shield. Oh, hij heeft een arena. Ik ben eruit. Ja, Paradise Ball helemaal gek. Jeetje. Of wacht, hebben we goed naar het spelletje gekeken? Hij zit boven, hij zit bij de racebaan, niet bij Paradise Ball. Dus hij zit daar. Ja, oké, weet je, dan moeten ze vanaf dus, die kant. Nee, nog niks zeggen wat we moeten doen. Oké, dank je Gerben. Yes, ready. 3, 2, 1, start. Oké, let's go. Oh boys, ja, laten we hem gewoon insluiten daar zo snel mogelijk. Dat gaat zo makkelijk gebeuren bij daar. Ja, maar hij kan ook weg, hè. Hij is waarschijnlijk een voertuig halen daar. Ja, dat is waar. En hij heeft hem zo meteen al. Oh, hier staat wel een buggy op het dak. Oké, shit. Nou, ze weten dus waar ik ben. Rift to go, die neem ik mee. Ik ben wel wat itch. Hier heb je een quad, Jurgen. Oh ja, ik ga. Ga jij maar verder. Ja, die quads die af en toe random achterop de aanhanger staan, die zijn echt zo chill. Ja. Nou, Tim die deed het net heel goed. Die wist altijd weg te komen. Dan hoop ik natuurlijk dat het mij ook op die manier lukt. Oh, een lama. Ja, hoe is het? Leuk. Of hij nu net... Weet je, want ik denk eigenlijk niet dat hij in deze hoek blijft zitten. Ik weet het niet. Wat is dit? Een grappler. Oh! Oh, maar dat is wel leuk. Die neem ik gewoon mooi even mee. Oké, even het verder in het dorpje. Ik denk eigenlijk niet dat hij in deze hoek blijft zitten. Ik weet het niet.
denk dat we hem niet meer gaan vallen. Hij heeft nog een minuutje en dan weten we weer waar hij is. Maar ik ben echt bang dat hij... Oh, wat? Hier is een hut gebouwd? Of is dit... Nee, dit staat al. Oh, dit is echt naaiend. Dit is een hutje dat heel erg lijkt op een zelfgebouwd iets. Ik heb in ieder geval een... Ik ben al bij het Fenrindorp hier, want daar hoor ik hem ook al heel vaak over. Dat is waar. Oh, shit. Ja, dat moeten ze niet doen, bomen omrijden, want dat kunnen ze echt van mega afstand zien. 30 seconden. Ik hoop echt dat ze nu in de woestijn gebleven zijn. Ik move hem wel. Time. Oh, time. Hallo Herben. Is het weer zover? Ja. Oké, wacht even. Ik ga even een foto maken met mijn vrolijke vrienden. Kijk, dat zijn mijn nieuwe vrienden. Gezellig. What? Hij is helemaal... Links in de map. Ergens anders. Oké, wacht. Kijk waar zijn pijltje staat, hè. Oh. Oké, ja. 3, 2, 1. Let's go. Oh, zat ik dus wel in de juiste richting ga, in, hè? Ja. Rift in. Ik kan, als ik wil, kan ik nu letterlijk een jump pad erop afdoen. Ja, doen. We moeten gewoon door die hoek in gaan. Oké, nou dat is dus goed. Ze dachten dus dat ik compleet ergens anders zat. Dus dan moet ik nu ziegelijk gas geven. En dan ga ik nu gewoon naar tussen die depot. Het is een heel andere hoek. Even kijken of ik van deze dingen gebruik kan maken. Net ging dat compleet fout. Ja, misschien werken ze nu in het voordeel. Nee. Never mind. Oh, die ging best lekker. Oh, fuck, ik kom dichterbij bij hem. Ja. Het is helemaal niet zo erg om te respawnen. Het enige wat is dat je spullen kwijt bent. Let's go. Zo. Dat viel behoorlijk hard tegen. Oh shit, en dat hebben ze kunnen zien. Hey, wie komt er uit de rift? Dat ben ik niet. Uit de rift, op 395 of op 357. Als je geen naam ziet staan, Rob, dan weet je wie het is. Ik zag geen naam. Dus hij is bij hier is hij ergens naartoe gesprongen. Yo, top, ik zie het. Ik ga er naartoe. Ik heb mijn gevoel, mijn water zegt dat hij naar het zuiden is gegaan. Het zuiden, daar was hij al. Ja, hij kon maar... niet verder naar het zuiden op. Hij is daar langs gegaan. Ja. De enige kant hij is opkom... niet zo dom, denk ik, om heen en weer te lopen. Want dan weet hij dat hij ons tegemoet zou lopen. Ik hoor ook niks. Oké, ik ga vast klaarzitten voor de foto. Want het momentje komt er ook alweer aan. Dan wacht gewoon eens afwachten. 20 seconden. Ja. Damn! Ik wou net zeggen, vergeten jullie mij nou? Hand het heels. Oh, hij heeft de doodskist. Ja, dus degene die me lastig terug komt vallen, nou, je mag hem van mij hebben. 3, 2, 1, en start. Oké, nog een paar minuten, dus dan ga ik even een eindje rijden met dit ding. Ze leken ergens niet heel verbaasd om waar ik zit. Ze is gewoon even gas geven met dit ding, weg zien te komen. Go. Okay. Ja, dit gaat lekker. Dit is heel goed. En dan ga ik zo meteen even snel gebruik maken van dat andere ding. Ik ben weer ik ga rechts van Pleasant Park naar jullie toe. Of naar Gerben toe. Ja, ik ga naar Pleasant inderdaad. Via Pleasant. Ik ga via Grassy Grove ga ik proberen een auto te krijgen en direct daar naartoe te gaan. Yes. Ik ben nu bij het eiland, daar ben ik naartoe gevlogen en dan probeer ik eventjes daar snel naar boven te komen en dan weer verder te vliegen. Zo. Tijd is hier ook niet een ding, maar kijken. Ja, ik zat in het begin natuurlijk bij de kartbaan, ik denk dat ik daar ook weer wil eindigen. Ik denk dat dat best wel een goede plek is. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag of het zo is. Ik heb het idee dat we best nog een goede strategie hadden, want zeker met dat door zoveel mogelijk door de lucht reizen, dan zou je toch zeggen, dan zie je veel. Oh, tempo de rift. Ja, weet je, ik of mijn quad nu gewoon op, dat dit ding gewoon gebruiken.
hoop ik dat ze mij niet gaan zien. Dan ben ik een zware pineut als dat wel het geval is. En er zou nu weer tijd moeten zijn. Ja, dat yes, is het inderdaad. Het is inderdaad tijd. Dat we jou eens een keer even heel gauw weer pakken. Ik ben niet zo gemeen doen, Tim. Bent, jongen. Oh, hè? Zit jij, man? Ik weet al, vind misschien waar die zit. Ja, de map komt terug eraan, hoor. Dus ik zit hier nu van. Ik weet waar die zit. Hij zit... Tadaa. No. Waar is zijn pijltje? Waar is zijn pijltje? Waar is zijn pijltje? Oh, hij zit Lonely Lodge, oké. Okay. Laten we gaan in 3, 2, 1, let's go. Hoe de fuck is hij zo fucking snel geweest? Hij heeft ons weer compleet geduwd, hè. Maar hoe dan? Wij mogen wel met wagens gaan? Wij mogen alles. Oké. Okay. Wij mogen alles gebruiken. Ah, dan mag ik dat ding dus niet meer gebruiken. Oké, heel snel inwisselen. Rennen. Dan moet ik heel snel die toren uit. Zijn verwachten. Waarschijnlijk dus richting Wailing Woods gaan. Ik heb een soort van trapje opgezet. Ik ga gewoon via de achterkant hier rennen. Weet je wat die boogiebombs zijn? Dat vind ze wel leuk klinken. Ik ben al bij het bos. Nu. Waar zou die naartoe gaan nu? Ik ben bij Risk Reels ben ik nu. Oké, okay, nee, dat is bij Lonely Lodge. Ik ga denk ik bij die containers daar maar op richten. Maar ja, ik weet niet waar die heen gaat. Zou die gewoon het rondje verder doen? Of zou die naar het midden gaan? Hij heeft letterlijk gewoon een rondje gemaakt zowat, hè? Ja. Ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat je zo'n ultieme verwarring bij hun kan zaaien. Het zal echt waarschijnlijk heel hard tegenvallen hoe ultiem dat hij is. Maar ik hoop dat het wel lichtelijk gewerkt heeft, dat ik gewoon op die manier nu weg kan komen. En ze waren blijven wel verbaasd waar ik zat. Ja, ik ga een rift in kijken. Ik hoorde... Tut! Iets heel rare deuntjes. Het is letterlijk je toeten misschien. Dat is waarschijnlijk als je een sprongetje hebt gemaakt. Dan krijg je af en toe een gek muziekje. Jeugd komt uit de rift. Ik ga gewoon proberen op die berg te komen. Ik heb nog andere... Of op die... Ik heb nog 1,5 minuut om dat te doen. Ja, we hebben nog 30 seconden. Hij moet nog 1 foto sturen. Als ik die zie, dan ga ik met mijn jump pad zo snel mogelijk die kant op. Ja, dat is dan maar de hoop. Het is gewoon hopen dat hij nu niet te ver weg is. Kerbus, sectus, jongen. Nou, ik wil graag 1 McCroket. En Chili Chicken gaat ook wel in. Even kijken. Oké, hij zit dus helemaal in de hoek. Damn it, hij is ons weer gewoon weggeglibberd. Nou, aftellen hebben. Oké, okay, timetje, wacht even, 1 second. Oké, okay. Yes, I'm ready. Oké, okay, daar komt hij. In 3, 2, 1, let's go. Oké, okay, gaan als de malle moeren. Hij zit in die grotere bocht. Hij wil naar Fenrir. Hij gaat naar Fenrir inderdaad, denk ik. Ik wacht hem op. Ga jij richting Fenrir, Tim? Ja, zo snel mogelijk ga ik naartoe. Ja. Oké, okay, dat was heel goed. Ze hadden dus niet verwacht dat ik hier zou zitten. En waarschijnlijk verwachten ze ook niet dat ik in de hoek blijf zitten. Dus ik ga nu gewoon hier achter op deze berg omhoog. Ik kan wel... Ik weet niet eens wat het zijn. Dus kijk, er ligt een vloertje neer. Oeh. Die zien er behoorlijk dodelijk uit. Maar ik kan hier wel gewoon lekker blijven zitten nu. Voor de komende 2,5 minuut. In principe, nee, dus niet even stoppen natuurlijk. Nee, dat mocht ook helemaal niet. Dan moet ik weer naar beneden. Dan ga ik gewoon een andere heuvel weer op. Bob, jij weet zeker dat je... Ik zie hem misschien! Ho? Waar? Ja, ik zie hem! Op Noordoost, ik zie hem! Hij zit op die berg! Welke berg? Probeer een marker te gooien. Daar zit hij. 1,5 minuut uithangen. Oh. Rennen. Ah nee, ik val alweer. Ik ben nog geloof niet dood. Nee. Iemand was hier. Nee. Oké. Okay. Heel goed. Nee, we gaan niet zo dichtbij komen. En hem dan niet meer vinden.
Ja, fluister ik natuurlijk niet. Kan ik hier nog wegkomen nu? Nog een halve minuut. Oké, ik spring in de rift. Ik ga weer omhoog bouwen. Fuck. Gewoon rennen. Oh, daar is iemand. Kut, andere kant op. Die persoon is er nog gewoon. Oké, rennen. We gaan het gewoon even stoppen. Ja! Made it. Oh, iemand kwam hier net langs me heen rijden. Ja, we wisten waar je was, maar we konden je niet zien. Tim zag je van een afstandje elke keer. En hij zag je nu net weer heel even, maar niet lang genoeg om de achtervolging echt... Oh. Een achtervolging te kunnen laten noemen, zeg maar. Dus we konden helaas niet doorgaan om je te pakken. Dat was de jacht voor vandaag. Volgende keer gaat de strijd verder. Wie denk jij dat dit seizoen gaat winnen? Laat het weten in de reacties. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje om niets van de jacht te missen.